Zoek naar piepjes. Die oproep doet natuurmonumenten na de dood van een otter, een moederotter. Maandag werd er één in de buurt van Giethoorn doodgereden door een auto. In en om het water wordt nu een zoektocht naar haar twee jongen gehouden. Want die zijn vermoedelijk nog in leven. Maar waar vind je twee kleine otters in zo'n groot gebied? Het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Wij gaan nu gewoon rondvaren tegen de schemerrand. Misschien dat we ze zelf horen op plekken waar mensen niet zo snel komen. Maar waar wij wel natuurlijk kunnen met onze fluisterboot. Want met een benzinemotor dan hoor je natuurlijk niks. En met een fluistermotor hoor je wat meer. En waarom maak je nou deze geluiden? Nou, dan hopen we dat ze daarop reageren en dat ze die geluidjes terug zullen brengen, zeg maar. En dat wij dan horen van, hé, er zit wat. Maar op die manier hopen we dat ze gaan reageren, dat ze tevoorschijn komen. En ja, misschien vinden we ze dan. Hè. Het is best wel ingewikkeld, want er zijn van allerlei dieren die ook zulke soort geluiden maken. We hebben wel eens eerder gehad dat we aan het zoeken waren en dachten we, ja, we hebben ze. En dan bleken de waterral te zijn of zo. Als je ze vandaag niet vindt, wat dan? Dan gaan we morgen misschien weer zoeken en overmorgen. En misschien is een keer een dag dat er niks gebeurt, maar dan is er toch nog wel weer iemand die het oppikt. Die zegt, ik ga toch nog weer even een keer een dag zoeken. Wij doen het niet alleen, hè. We doen het met een hele groep mensen. Er zijn altijd mensen die op een gegeven moment denken, ik heb toch nog even tijd. Ik ga toch nog even wat koekeloeren daar in de buurt en hoop dat we ze dan vinden.